Ik zou graag deze aflevering van Fallout 4 beginnen met een gedichtje. Hier komt-ie. Likes gaan omhoog, dislikes naar beneden. Ik heb een vriend en die is besneden. Dankjewel. Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Fallout 4. Hey baby! Oeh, ah... Als je net als ik dat nummer ken, dan heb je een kutleven. In ieder geval, welkom bij een nieuwe aflevering van Fallout 4. Het voelt goed om zo'n emotioneel gedicht met jullie te kunnen delen. Een lading valt van mij af. Ja, jullie zien misschien een heel simpel gedicht, maar er zit een hele diepe betekenis achter. Diepe betekenis is namelijk, geef deze video een duimpje omhoog of ik hak je voorhuid eraf. Stel, je hebt geen voorhuid, want je bent Joods. Je bent moslim. Je bent beide. Of je hebt een keer je voorhuid opgegeten voor de grap. Dan hoef je de video niet per se te liken. Het mag. Ik had een hele toffe comment gelezen. Een van de kijkers zei namelijk... Rick, ga naar je oude huis. Je weet wel waar je woonde met je dikke man die dood is. Je niet zo dikke baby die ontvoerd is. Ga daarheen. Daar ligt namelijk ten eerste een stripboek. Dit stripboek geeft 5% extra damage op critical moves als je met je vuisten vecht. Oftewel, nooit. Maar in de babykamer ligt een boekje dat je misschien kan herkennen uit Fallout 3. Namelijk Your Special. 1 gratis punt in een skill naar keuze. Ik ga lekker voor intelligence, want dan ben ik level 9. Dus Rick, wat gaan we deze aflevering doen? Deze aflevering gaan wij verder met de quest Jewel of the Commonwealth. Wat in principe een hele makkelijke quest is. Het enige wat je hoeft te doen is helemaal hierheen lopen. Diamond City. Dus we gaan naar de dichtbijzijnde plek die we wel hebben vrijgespeeld. Corvega Assembly Plant. En vanaf daar lopen wij helemaal naar Diamond City toe. Dat klinkt heel saai. Lopen, 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 lopen. Maar het is juist super, duper, ultra, mega leuk in Fallout. Want de wereld van Fallout is genieten. Het is juist heerlijk om door een stukje van de wereld van Fallout te lopen waar je nog nooit bent geweest. Het is pure chaos. Overal monsters. Spinnen die baby's eten. Gezellig. Het is altijd avontuur. Kleine stadjes met wat beetje loot. Waarschijnlijk zijn we al de hele aflevering aan het lopen. En dat is geen probleem, dames en heren. Ik ga wel heel veel quick saves maken. Want voor je het weet, ben je dood. Ja, dat is niet handig. Dat is echt niet handig. Het is wel grappig. Deze game heeft een nummer genaamd The Wanderer. Super chill nummer. 'Cause I'm the wanderer, the wanderer, the wanderer, the wanderer. Nou, ik ben de wandelaar. 'Cause I'm the wandelaar, de wandelaar, de wandelaar, de wandelaar. Ik wandel, ja. Ik wandel alleen maar wandels. Dat was een referentie naar de meneer van ik loop alleen maar rondjes. In ieder geval, normaal gesproken, als ik hele grote stukken moet lopen, heb ik altijd wel een leuk verhaal klaar liggen of zo, weet je wel. Van, hey, kijkers. Ja, ik zag laatst een konijn en die had gepoept. En dacht ik, nou, dat kan echt niet. Heb ik gewoon die keutels gewoon zo weer zijn kont ingedrukt, joh. Hey! Dat soort dingen, dat zijn jullie van mij gewend. Daar betaal je voor. Gelukkig is het gratis, maar weet je, stel ik zou je geld voor vragen. Dan is dat, jammer genoeg, waar je voor betaalt op Serpent Gameplay. Nou, is het probleem dus. Op een gegeven moment, als je meer dan 3000 video's hebt gemaakt, raak je verhalen op. De meeste verhalen die ik vertel, zijn verhalen van vroeger. En ja, vroeger is best wel een ding dat soort van opraakt. Er ligt trouwens een beetje landmijn hier. Als je heel slim bent, raap je ze op. Want anders gaan ze af. En oh! Dat ging bijna verkeerd. Shit gaat fout. Pak die YouTube views. We kunnen midden door dit dorp heen. Ik moet wel eventjes waarschuwen. Waarschijnlijk zit het vol met zombie mannen. En dan moet je jezelf een beetje de vraag stellen. Heb ik zin in dat gezeik? Ja of nee? Het is een ja of nee vraag. Die gast heeft in ieder geval geen zin in mijn gezeik. Hij zit ook echt vast. Arme man, arme man. Ik kom je redden. Ik kom je redden, Feral Ghoul. Dit is het probleem. Wauw. Oké, weet je wat, Feral Ghoul? Je zoekt het maar uit. Echt, deze gast wil ook gewoon echt niet dood. Wat een overlever. Oké, hij is nu wel dood. Ik heb nog wel één verhaaltje liggen, denk ik. Eén verhaaltje. Dit is het allerlaatste verhaal ooit. En dan zijn al mijn verhalen op. Dan, ja, dan ga ik de rest van de video's gewoon nog maar verzonnen verhalen vertellen over konijnen. Waar ik poep in hun anus stop. Ja, dat is comedy, denk ik. Nee, het is eigenlijk helemaal niet grappig. Het is gewoon lichtelijk triest. Maar hey, mensen kijken hiernaar. Dus hey, whatever. Ik ben een beetje bang dat er zometeen heel veel van die zombie mannetjes komen. En dat ik dan dood ga, zeg maar.
Dus dat vind ik in principe niet heel fijn. Maar je moet toch wat, hè? Nou, je moet niet per se wat, hoor. Maar in ieder geval. Ik had ooit het vak Nederlands. Ik weet niet of jullie ooit Nederlandse taal hebben gehad. Het is best interessant. Allemaal woorden en zo. Echt. Hij is dood, toch? Ja, mooi. Voor het vak Nederlands in de tweede van het VWO moest ik een presentatie geven. Over, voor mij gewoon een onderwerp naar keuze. Dat is sowieso verschrikkelijk. Je moet mij nooit de vrije keuze geven. Je moet mij altijd gewoon zeggen, Rick, jij gaat nu een presentatie doen over vrouwenrechten. En dan niet het aanrecht. Dat soort dingen. Anders ga ik kutten. Als je mij vrije keuze geeft, ga ik kutten. Dus ik had het over middeleeuwse martelingen. Nee, ik had het over martelingen in het algemeen, trouwens. Dat is de enige presentatie in mijn leven waar ik ooit een onvoldoende voor heb gehad. Komt denk ik ook wel deels dat presenteren is grotendeels niet eens wat je zegt. Het is hoe je het brengt. En ja, ik kan redelijk presenteren. Ik wil niet cool gaan doen of zo, maar ik ben hier wel de gast die de YouTube-video's maakt, weet je wel. Ik kan redelijk een verhaal vertellen. Tenminste, waarom kijk je dit anders? Blijkbaar vind je mijn verhaalvertelskills redelijk cool. Fuck jullie hier, jongens. Poep. Zo. Fuck. Er zijn echt veel van die gasten hier. Fucking coole filmduik. Hoppakee, zo in je balzak. Oh, shit. Zijn er zoveel ook? Hebben jullie niks beters te doen? Ga lekker naar een vakantiehuisje bij Center Parks. In ieder geval, die presentatie voor Nederlands over marteling is de enige presentatie waar ik ooit een onvoldoende voor heb gehaald. En dat ging ongeveer als volgt. Mijn hele presentatie bestond gewoon voor 15 minuten lang een soort opsomming van manieren van marteling. Het was echt een goede presentatie. Echt fantastisch. Als ik eraan terugdenk. Ik heb trouwens best wel veel mensen doodgemaakt, zie ik nu. Ben je trots op jezelf? Ja, op een bepaalde manier wel. Even gaan opslaan trouwens. Kan ik in dit bedje slapen? Dat zou super relaxed zijn. Ondanks dat mijn helft best wel vol zit. Ik ga ook niet het complete stadje nu looten. Ik heb ook andere dingen te doen, denk ik. We kunnen even een stimpackje meenemen. Daar zeg ik nooit nee tegen. In ieder geval, mijn favoriete marteling techniek is sowieso meteen de ergste aller tijden. Als je iemand echt ultiem haat, maar dan ook echt heel erg haat. Zelfs ik haat niet zo erg iemand. En ik haat bijna alles wel een beetje. Wat de Fransen wel eens deden als marteling techniek was een glazen buisje in de plasbuis in de penis. En dat denk je, oh, dat valt wel mee. Klopt. Dit is nog lang niet alles. Stop een glazen buisje in de penis. Hè, dat kan. Daar heb ik ook wel eens last van. Hoort er allemaal bij. Ik gooi even één minigun weg. Want die dingen wegen gewoon heel veel. Even apparel. Even wat nieuwe dingen aandoen. Dit is beter dan de left leg die ik heb. Waarom heb ik 3 leather left legs bij me? Zoveel vragen. Fuck die shit. Ik mag ook allemaal weg. Hotse flotse. Right arm. Tuurlijk joh. Die arm. Weg. Hotse flotse. Dat ook weg. Zo. Dat ruimt op. Wat is dan? Stoppen een glazen buisje in je peen. We noemen het vanaf nu ook gewoon peen. Dan hoef ik geen penis meer te zeggen. Het wordt een insiders dingetje. Zometeen, als je nu gewoon de video halverwege doorskipt. En je hoort in één keer peen. En je denkt, wat is een peen? Ja, dan heb je echt wat gemist deze video. In ieder geval, glazen buisje in je pik. Zover waren we. Daar lul ik nu al 3 minuten op verder. In ieder geval, dan weet je zeker dat het waar is. Glazen buisje in die pipi. Ik heb het ook niet verzonnen. Die breken ze dan af. En wat dan gebeurt, je gaat bloeden vanuit je plasbuis. Die gaat van binnen kapot en daar komt bloed uit en zo. Nou kan dat dus niet dicht. Het is een wond van binnen je lichaam. En je lichaam... Sorry. En mijn hele keel is vandaag best wel kapot gegaan. Ik heb deze opname ook al heel vaak geprobeerd te doen. Alleen ik ging telkens zo vaak dood dat ik dacht, fuck it. Ik doe het wel opnieuw. Verdomme, ik doe het wel alleen. We gaan eerst even gauw deze man helpen. Want hij heeft het druk, zo te zien. Hij heeft het drugs. Kan ik ook, zeg maar, die gast die... Ja, die gast. Die is al dood. Haha. Dit is van een hele andere quest. Maar die quest heb ik toevallig net geopend. Je zag net ergens een keer quest started. Dat is deze quest. Daar weet je dat ook weer. The Brotherhood of Steel is het namelijk. Die kun je ook kennen uit. Andere Fallout spelletjes. Je moet gewoon een beetje helpen. Gewoon gezellig. Bij deze quest unlock je heel veel goede wapens. Maar je bloed is door je plasbuis. En dat kan onmogelijk dicht. En dan duurt het ongeveer zo'n 5 uur voordat je doodgebloed bent door je pik. En dat is de martelmethode. Ze maken er een soort wond in je penis, wat gigantisch pijn doet en urenlang bloedt, totdat je uiteindelijk doodgaat. En dan doet die Fransen zo van, geef ons informatie. Oké, en wat als ik jullie informatie geef? Dan maken we je dood. Of we laten je 5 uur lang doodbloeden in de ergste pijn ooit. Of we maken je nu dood. Dat is het kut aan martelingen vaak. Er is geen prijs, weet je. Of je wordt wekenlang gemarteld. Iedere dag pijn, niet zo fijn. Ja. En dan aan het einde zeg je, geef je ze de informatie, word je alsnog doodgemaakt. Of je wordt gewoon oneindig lang gemarteld, of je wordt heel kort gemarteld en ze maken je dood. Ja,
Dat is ongeveer de keuze die je hebt. En daarom werkt martelen ook zo goed. Ze kunnen je net zo lang martelen als dat ze zelf zin in hebben. En op een gegeven moment denk je ook van ja, maar... Man. Oké, ik heb ze geholpen in ieder geval. Ik heb ook geen zin om met jou te praten, Paladin Dance. Ik wil gewoon verder met naar dat andere stadje gaan. Maar ik zal eventjes zo een beetje cool doen. Van, oh, ik help je wel, ik help je wel. Trying to survive. Ja, tuurlijk. Hij is wel cool, hij heeft kleding aan en zo. Ik vind dat jij kleding aan hebt, Dance. Dat vind ik gewoon. Ik ben een man met een mening. Een gepeperde mening. In ieder geval, wat hebben we geleerd hiervan? Stop geen glaswerk in je plaswerk. Oh, dat is een goede grap. Oh, stand-up comedy, dames en heren. Stop geen glaswerk in je plaswerk. Ik haal het gewoon nog een keer. Goeie grappen. Zou je niet uit moeten leggen, maar glaswerk en plaswerk lijken heel erg op elkaar. Oké, wat gaan we doen? Oké, whatever. Wil je de Brotherhood of Steel helpen? Yes. Yes, I will Brotherhood of Steel helpen. Want anders kan ik die quest niet afmaken. Ik ga nu even lekker weg, hè, jongens. Het was leuk met jullie gechilled te hebben. Waka waka ee Afrika. Van dat nummer. Ik ga lekker verder. Oké, dan. Ik heb even opgeslagen. Wij gaan weer bewegen door de sloppenwijken. Maken we wel een beetje meters eigenlijk. Misschien is dat wel even leuk om te zien. We zijn ondertussen hier en Diamond City is daar. We lopen soort van op schema als we rond een minuutje 30 in Diamond City willen zijn. Of we maken een beetje vaart en dan zijn we er eerder en dan deel ik lollies uit aan kinderen. Dat was echt een leuke presentatie in ieder geval. Ik had ook een stift. Dat zegt genoeg over de hele situatie. Ik had een stift. Wat? Rick, hoe was je presentatie? Ja, leuk. Ik had een stift. Wat? Nee, ik had echt een stift. Weet je dat ook weer? Ik had een stift in mijn bezit. Nee, ik had geen PowerPoint gemaakt of zo, want dat mocht niet. Het ging met de stift alles tekenen. Ging zo'n piemel tekenen en zo. Van, hey, piemeltjes. Dus ja, viel heel goed. Leraar ook van, wauw, Rick, wat heb jij een mooie piemel. En dat is altijd goed. Weet je, die leraar, dit heb ik vast ooit verteld. Die leraar, we verdachten hem sowieso een beetje van een soort pedoman zijn. Want we hadden allemaal rare rubrieken in de klas. Iedere begin van de les deden we rubrieken. Dus het waren een soort kleine onderdeeltjes van de les. Soort thema-onderdelen. De thema-onderdelen waren het nieuws van de dag. Het begon nog heel normaal, het nieuws van de dag. Daarna had hij de droom van de nacht. Dat je al denkt van, Nederlands leraar, waarom wil je dat ik mijn droom aan je vertel? En daarna had hij het geheim dat ik verklap. Wel, vertel me jullie geheime kinderen. Dat vond ik een beetje eng. Voor de rest was het een hele aardige man. Gewoon relaxed en zo. Gewoon relaxed, een beetje casual sex. Je weet. Oh, ja. Ja. We smaken smeters. Ja, we zijn er bijna, dames en heren. Diamond City, where the grass is green and the girls are pretty. Ik zie daar een raidertje staan. Ja, hij ziet mij ook. Gezellig. En niet schieten, hè. Niet schieten. Oké, dan. Ze hebben me ontdekt. En dat is aan de ene kant super gezellig. En ik ben wel level up. We gaan hier naar binnen en dan gaan we iedereen doodmaken. Had ik dan net even gauw bedacht. Eerst even deze gast. Gewoon als klein waarschuwingssignaal. Zijn kop eraf. Moet je wel even raak schieten, Rick. Moet je wel even raak schieten. Welk deel van raak schieten is bij jou zo van... Nee, ik ga niet raak schieten. Even special attack hier maar. Bam. Oké, die is dood. Hij heeft me wel in de fik gezet. Dus we winnen allebei een klein beetje. Oké, dan. Zou je toevallig ook de deur open willen doen? Oh, wacht. Hij is dood. Oh, shit. Ik heb geen bobbypins. Nee, dan kan ik niet naar binnen. Man. Kan ik over de beschutting heen klimmen? Ik kan wel vanaf hier iedereen doodmaken, maar dat is ook geen lol aan. Waarom heb ik nou weer geen bobbypins bij me? Het zou grappig zijn als hij een bobbypin bij zich bleek te hebben. Hij wel wat... Oh! God, nee. Kut. Mijn benen, man. Niet tof. Echt. Ik heb ook geen zin in deze raiders. Kunnen jullie toevallig de deur openmaken? Want ik wil er doorheen. De andere kant is mij ook op slot. Weer met een lock, waar je een lockpick voor nodig hebt. Waarom heb ik geen lockpick? Man, het is irritant. Ik ga wat anders doen met mijn leven. Ik ga lekker door. Ik heb geen tijd voor deze nonsens, heren. Eigenlijk wel. Ik heb zat tijd voor deze nonsens. Maar ik wil praten over het geheim dat ik verklap. En al die shit. Oké, dan. Het probleem is, deze stad zit best wel vol met eigenlijk alle soorten enemies die je maar kan bedenken. Echt, bedenk een enemy en hij zit in deze game. Subway Station. Gezellig. Ja. Wat is dit allemaal dan? Weet niet. Super gezellig. Dat is wat je moet onthouden. Wat er ook gebeurt. Het is super gezellig. Ik loop ook een klein beetje de verkeerde kant op. Het is sowieso wel grappig. Deze hele stad is helemaal gigantisch. En in deze stad heb je gewoon allemaal andere dingen die je kan doen. Diamond City zit gewoon eigenlijk is een soort klein dorpje in een stadje of zo, denk ik. Leven deze mensen nog? Nee. Ik zie wel een soort laserlichtje.
gezellig. Heel gezellig. Een sfeertje wordt neergezet. Zombies zullen waarschijnlijk zometeen mijn gezicht opeten. Dat is ook gezellig. Alles is gezellig bij mij. Eens even kijken. Waar gaan we heen vandaag? We maken meters, beters. Oké dan. Dat zijn vijanden. Ik heb een minigun bij me. Die gast die je daar ziet. Die gast, dat is de grootste motherfucker in de wereld. Hij heeft namelijk een mini-nuke aan zijn hand. Deze gasten rennen op je af. Slaan die mini-nuke in je gezicht. En je gaat gegarandeerd dood. Ongeacht je level. Wat jij even doet is die mini-nuke kapot schieten. Voordat hij bij je komt. Kijk eens aan. Boom. Gaat de dynamiet. Je krijgt er geen XP voor. Maar het is wel fucking badass. Ik heb echt de grootste mega ultra kill ooit gemaakt. En hij heeft wat nucleair materiaal bij zich. Om het netjes te verwoorden. Oh, kut. Er zijn nog meer mensen. Goeie vrienden van het leven. Ik heb een ideetje. Jullie laten me met rust. Dan abonneer ik op jullie YouTube kanaaltjes. Waar zitten die andere gasten dan? Ik zie ze ook helemaal niet. Diamond City is maar 100 meter, dames en heren. Maar zou ik het halen? Zonder dood te gaan. Nee, maar natuurlijk niet. Hij is een dwaas. Maar daar staat er eentje op het dak. Kom van dat dak af. Zwarte Piet. Ik maak hem even kapot hoor. Is hij dood? Ja. Kan ik hem... Oh, er zit nog een man binnen. Natuurlijk joh, gezellig. Super Mutant. Super Boeren. Ik maak ze echt kapot. En ik eet graag hopjes vla. Echt, die mutants zijn zo lijp. Ze hebben allemaal zakken met vlees. Ik bedoel, ik heb ook een zak met vlees, maar dat zit gewoon ham in en dat is gewoon relaxed. Hey hond, waarom ga je altijd ervoor staan? We zijn vrienden voor het leven, behalve zeg maar als je zo doet, snap je? Nee, ik wil gewoon niet dit gezeik. Whatever. Ik heb geen idee wat ik mijn hond zojuist heb gezegd te doen. Volg je me gewoon? Nee, hij bent nu staan daar, of niet? Volg je me nog? Hond heeft geen idee wat hij aan het doen is. Kan ik hierin? Ja. Oh, dan ga ik een heel ander gebied in. Oh nee, wil ik dit wel? Weet niet. Avontuurlijk, dat is het wel. Dat is het woord dat ik zocht. Avontuurlijk, gewoon lekker wat doen. Kijk wel weer of het goed komt. Mijn hond gaat in ieder geval mee. Ik vind het helemaal toppie. Hij is een beetje verlegen, maar dat mag. Is de minigun het beste wapen om hiermee naar binnen te gaan? Waarschijnlijk zit het vol met raiders, want die mutants passen amper dit gebouw in, joh. Misschien kun je hier wat bobbypins vinden. Of wat dode lichamen. Dode lichamen? Checken. Lekkere boertjes? Oké dan. Zijn er toevallig gewoon nog mensen aanwezig? Of is het gewoon leegheid hier? Ook leuk. Alleen ja, het is zo saai en zo. Ik ben ook helemaal sneaky aan het bewegen. Ga ik nu weer naar buiten? Huh? Zou ik mogen bekennen dat ik er niks van snap? Ja, dat mag ik. Oké, nou dan doe ik het eventjes. Ik snap er niks van, kijkers. Laten we gewoon lekker naar Diamond City gaan. Heb weer een quest gecomplete. Gaan we misschien weer een leveltje omhoog. Oh, wat veel XP. Oh, wat veel XP. Oké, dan. Waarom moet ik van de game naar binnen toe? Is dat een ding? Hey, wel een doos met explosieven. Weer geen bobbypins. Fuck, man. Ik kan die gast looten vanaf hier. Dat is hartstikke fijn. Maar ik heb eventjes iets nodig, genaamd de bobbypin. Om mijn ding te doen. Waarom moet ik opeens daarheen van de game? De game is denk ik een beetje in de war. Ja, de game was inderdaad een beetje in de war. We gaan naar Diamond City. Where the grass is green. En Rick Broers is pretty. Ik ga even switchen naar mijn short laser ding. Vind ik gewoon een leuk ding. Ja. Yeah. Oké, dan hier liggen nog wat ontplofte honden. Dat kan. Hoort er allemaal bij, denk ik. Hoop ik. Diamond City. Hier kom ik. Abonneer. Dat heeft helemaal, staat er maar nergens op eigenlijk. Oké dan. Wat is hier allemaal aan de hand? Wordt er allemaal geschoten? Dat zou ik niet leuk vinden namelijk. Oké dan. Diamond City. This way. Wat een gezelligheid. Je bent level omhoog gegaan. Kies een nieuwe perk. Dat bepaal ik zelf wel. Ik gok dat het hier is. Bij deze prachtige poort. En ja. Die plek waar Diamond City met een pijl staat. Zou dat zijn? Wie hebben we hier? Oké. Piper wil naar binnen. Ik vind het super grappig als mensen Piper heten. Want het lijkt op Piper. Het scheelt maar één letter. Net zoals dat Rick en Pik maar één letter scheelt. Behalve als je Rick met CK heet. Boom. Alle Ricks zonder C. Rekt. Oké. Ik heb op mijn andere save game ben ik al wat verder, dus ik kan je vertellen. Deze bitch, deze sletterige mevrouw, die gewoon heel lief is, hele lieve mevrouw, die wordt zometeen onze companion. Dan kunnen we de hond inwisselen voor deze mevrouw. En dat is in principe wel geinig, want zij kan ook echt praten. Hond zegt alleen woef, woef.
En deze chick die schiet mensen dood en zo. Ze is wel cool. Ik waardeer haar. Dus ja, het is wel jammer dat haar haar zo door haar jas heen steekt. Zo van, waarom heb je scheid aan de natuurkunde en kwantumtunnelt je haar? Maar hey, behalve dat. Wat wel superleuk is, in deze game kun je een relatie krijgen met je companions. Ik zie jullie denken, ja maar Rick, dit is een meisje. Dat kan ook! Oeh. Dus we gaan, ja, kort samengevat, we gaan een lesbische relatie krijgen met Piper door deze serie heen. Er zal niet gepiperd worden, want ja, ik ben een vrouw, denk ik. En ja, trouwens hier gebeurt een dialoog, zij mag dus de stad niet in, zij is een nieuwsreporter. En die schrijft dan best wel pikante stukjes over hoe kut de stad allemaal is en zo. En nu gaan wij doen, we mogen naar binnen in ieder geval. It's cool. Not a great day in Diamond City. Oké dan, we zijn in Diamond City. Quest completed and shit. Find information about Sean. Oké, dan hier is de burgemeester. Dishonesty in that paper of yours. I'll have that printer scrapped for parts. McDonough. Ooh, that a statement, Mr. McDonough? Tyrant mayor shuts down the press. Why don't we ask the newcomer? You support the news? Because the mayor's threatened to throw free speech in the... Ja, ze is een beetje boos, sir. Ik support nieuws. Ja. Oh, en dan wordt de burgemeester in één keer van, oh, oh, laat dan maar, laat dan maar. Tuurlijk, tuurlijk. Sounds great. I'm sure your city's a great... Missing person. Ik ben hier voor een missing person. My baby. Ik vind nog steeds dat mijn character er best wel cool uitziet. Dat mag eventjes gezegd worden, weet je. Je mag soms eventjes zelf een schouderklopje geven en zeggen, wauw, mijn character is cool. Oké, er wordt nu in ieder geval geregeld. Wie kan me helpen? Oké. Okay. Notice. Was dat een goede imitatie van Piper? Ja. Ja, Rick. Ga je mee de theaterzaal af. Waarschijnlijk niemand die en naar theater gaat en Fallout 4 speelt. Maar je imitatie is zo goed. De wereld moet het zien. Bel het jeugdjournaal. En het normale journaal. Maar dan met jeugd. Story of the century. Go to Piper's office. Heb ik niet die andere quest gecomplete, zeg maar? Is dat niet ook, zeg maar, een ding? Data quests. Jewel of the Commonwealth. Oh, ik moet eerst nog information vinden about Shaun. Oké, dan. Wat ging ik ook weer doen? Even een korte vraag. Story of the century. Go to Piper's office. Hey, Piper. We gaan even naar je kantoor. Want... Ja, dan moet ik heen voor de quest, dus... Nee, je dacht, oh, gaat hij een grapje maken over Piper? Nee, nee, ik wil gewoon naar de kantoor toe. Dat moet gewoon voor de quest, joh. Hey, ik heb wel een paar lockpicks nodig nog steeds. Lockpick Rick. Oké, dan, dit is wel een hele mooie man. Dat mag gezegd worden. Wee, je mag hem zo besturen in het laadscherm. Ik ben een mooie man, met mooie moves. Kijk, met dansen dan. Oh, die mooie man, mooie man, mooie man. Oeh, Diamond City. Ziet er s'nachts best wel... Fancy as fuck uit, joh. Oké, dan. Dit is trouwens een zusje van Piper, die verkoopt krantjes. Super cute. Thanks. Oké, I believe you. Ik ben op zoek naar een vermist persoon. Jonge dame. My baby. You have a son, lady? Wow, you're old. You're impressive. No, no. Okay, someone can help. Isn't there someone in town who isn't afraid of this institute? Well, there is the detective, Mr. Nick Valentine. Okay, thank you. You were a big member. Okay. We hebben informatie in ieder geval voor de quest. We moeten naar Nick Valentine. Sowieso, Valentine is echt een baas achternaam. Dat is gewoon een feit. Hey kiddo, how are the paper sales? Nou, nou. Ja, moet ik zeggen dat ik vind dit soort dialogen nooit heel interessant voor YouTube, weet je wel. Ik laat er wel in zitten en zo en ik lul er wel gewoon een beetje overheen, maar...
of je in die dialoog interesseert je wel erg en ik lul er doorheen, of je dialoog interesseert je niks. En als ik er dan heel erg op inga, is het ook gewoon scheidirritant. Misschien wil je gewoon weer verhalen horen over hoe ik keutels terugstop in konijnen. Weet je wel, ieders ding soms. Oké dan. Is dit jouw kantoor, Piper? Want ik wil niet haten, maar het is echt heel lelijk. Dat je het even weet. Hey Piper. Hey Piper. Oh, gaat zij net naar binnen hoor. Erg kinderachtig. Je hebt een hele video over gepraat. Waarom mag je niet naar binnen? Huh? Oké, ik heb de game gemold. Toppie. Discover Diamond City Market. Kijk, kan ik nu wel weer naar binnen? Ja, mooi. We gaan een praatje maken met een leuke dame. Dan gaan we samen seksen. Of niet? Nacho. Nachos. I'm just gonna say it. You're a vault dweller. You might not be wearing the blue jumpsuit, but the Pip-Boy and that. So here's the deal. Nou, ze weet dus dat ik uit de kluis kom en daarom noemt ze me Blue. Gaat ze allemaal vragen stellen en zo. Interviewtje doen. Oké, we gaan een interviewtje doen. Ik ben famous, blijkbaar. Let's get down to business. Hoe beschrijf je leven in de kluis? Nou, ik was best wel bevroren. Ik ben het heel vaak wel eens met de kruisje optie van de dialoog. Misschien hoef ik daar gewoon helemaal op kruisje te spammen en dan komt het wel goed. Ik was alive before the war. Dat is wel cool. The woman out of time. Ja, ja, ja. Cool, cool, cool. Kom maar met die hippe vragen. Opeens van, ja, met wat voor shampoo smeer je kut altijd in? Dat zijn lesbiennes onder elkaar, denk ik. Ja, toch. Dat zijn ook de dingen die ik bespreek met mijn vriend. Wat voor shampoo wij elkaars kut insmeren. Nee, dat is raar. Is dat raar? Ja, dat is gek. Maf, apart. They might be. Dit is wel een heel goed krantartikeltje, hoor. Ik zou de krant niet kopen. Ik zou hem wel gratis meenemen. Het is een beetje zoals de metro. Trouwens, mensen willen nog een update hoe het ging over mijn metro gebeuren. Ik had dus laatst een video gemaakt dat ik had een column geschreven, ingestuurd voor het krantje Metro als lezerscolumn. Ik denk niet dat hij het gehaald heeft. Ik heb op de website een paar dagen lang op nummer 1 gestaan als column met de meeste reacties. We moeten Piper even als follower hebben. Moeten we de hond wegjagen. Sorry hond. Kom maar hier. Piper. Let's go. Let's go. Oh, doei hondje. Oh, hij moet weg. Ik stuur hem naar Sanctuary Hills. Ja, vind ik wel helemaal goed. Oké, dan. We hebben een nieuwe volger. 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 Go to Valentine's Detective Agency. Dan doen we dat nog eventjes gauw. En dan de volgende aflevering is gewoon weer een nieuwe kerstverse. Kerstjes zijn helemaal niet zo vers. Aflevering van die Fallout. Is er very nice, misschien. Hoop ik. Yo. Oké dan. Waar zit Nick Valentine, dude? Die kant op volgens de kaart. Dan ga je die kant op. Het is de moeite waard. Kan ik hier doorheen? Nee, dat kan ik niet. Dat is inbreken, jij vuile dief. Hey, kijk, een nieuwe volger. Map updated. Waarom? Maar waarom dan? Waarom? Valentine Detective Agency. Je zou kunnen zeggen dat ik soort van de goede kant op aan het gaan ben. Hey. Road to Freedom. Ik blijf maar echt questen starten, joh. Niet normaal. Oh nee, het kantoor is dicht. Het is belangrijk. Oh nee, de detective is vermist. Het zal toch niet? Nikki. Offer help, we gaan helpen. Wij gaan wel de detective opsporen, lekker omgekeerd. Hey, detective vermist, dan gaan wij daar wel achteraan. Ask for money, nee dat doe ik niet. Ik geef je gewoon mijn hulp. Geld, maar niet gelukkig, maar gelukkig maken ze wel geld hè. Zo rol ik. Piper like that. Jewel of the Commonwealth, eindelijk completed. Ben ik weer een heel level omhoog? Dat zou echt nice zijn. Nope, dat dan weer niet. Dat dan weer wel. Dat dan weer wel. Daar moeten we dan wel weer eerlijk over wezen. Oké, nou, we hebben in ieder geval nog steeds 1 punt. Om uit te geven, spenderen, padoobidoop.
Eens even kijken hoor, hoe gaan we dat doen? Unlikely Valentine. Find Nick Valentine. Oké, dan. Waar is dat? Moeten we die kant op, naar de combat zone. Blijkbaar. Toch, ik heb die quest nu getagd als die quest wil ik doen. Ja. Oké, dan. Combat zone. Wat is dan het handigste? Moet ik eventjes uit Diamond City weer zien te komen. Ik ga zo meteen ook de aflevering beëindigen. En dat betekent dat de aflevering, ja, een einde heeft. Wat gebeurt hier nou weer voor leuks dan? Lol. Die robot staat ook heel blij. Dus het idee is dus, in de wereld van Fallout worden mensen vervangen door robots, soort synths. En die zijn bijna niet het verschil tussen een mens en een synth is bijna niet te herkennen. En deze man dacht dat zijn broer een synth was en wilde hem doodschieten. En toen werd hij zelf doodgeschoten. Hallo! Ben ik het mee eens? Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Fallout 4. Vond je hem leuk? 5 euro. Vond je hem niet leuk? 2,50. Waar staan die bedragen op? 6 euro. Oh, ja. Ik weet niet waar dat op sloeg, maar ik moest wel lachen toen ik het zei. We gaan er even gauw één puntje uitgeven. Want dat is leuk of zo, weet je. Straks kunnen mensen niet slapen en weten ze niet waar die ene punt dan uit gaat geven. Zijn ze bang dat ik hem nooit meer uit zal geven? Je kent het niet. Nee, nee. Staat nergens op. Maar ik ga hem even uitgeven. Na dit super intense, langzame, relaxed laadscherm. Oh, wat relaxed. Nee, het is best relaxed eigenlijk. Als ik het even zeggen mag, deze shit is relaxed. Woe! Yeah. Alright. Nee, serieus. Hoe lang gaat dit ding nog draaien? Heel lang schijnt. Wetenschappelijk bewezen. Oké, nou. In ieder geval, volgende aflevering gaan we lekker verder met die gezellige quest. Unlikely Valentine. Ik heb 2 level up punten zelfs. Bijna 3 om te spenderen. Oké, dan. Waar gaan we het in pompen? Sowieso eentje in luck. Dat is een fijne skill. We kunnen de Mysterious Stranger activeren. Die gast is fucking awesome. We kunnen ook nog een puntje in luck doen. Gewoon in het algemeen. Dan gaan we met een chille skill. Dus, otsa flotsa. Zo, we're up all night to get lucky. Ha 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 ha, nee. Dank je wel voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering van Fallout 4. Dan kijk je waarschijnlijk geen honderd deze video's, maar ze zijn wel leuk om te maken. Dank je wel voor het kijken van deze aflevering. En tot de volgende aflevering. Het dikke, het vette, het boe, het ba. Doe even een duimpje omhoog als je het leuk vond, anders hak je vooruit eraf. Dank je wel voor het kijken. Doei.